We zijn hier bij de Blockchain Coalitie Conference in de Rabo HQ samen met Wiebe Draaier. Je zat in een panel, je gaf een introductie. Je zei dat Bitcoin vanaf het begin af aan gestigmatiseerd is. En wat bedoel je daarmee? Wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat heel vroeg werd Bitcoin geassocieerd met, laten we zeggen, met al datgene waar een bank qua boordwachtersfunctie opdracht heeft om die uit te filteren. Criminele circuit, zwart geld. En de technologie laat het ook toe. Maar daarmee onderschatten we en houden we ook tegen het enorme potentieel wat Bitcoin ook heeft. En dus er zijn dus eigenlijk vernieuwingen nodig om te zorgen dat we dat wel krijgen, terwijl we de slechte kant niet krijgen. En ik heb ook gezegd op het podium dat als je, en dat was een anekdote die iemand mij vertelde, als we nu het contant geld hadden uitgevonden vandaag, zou absoluut niet acceptabel zijn. Totaal onacceptabel, want ja, wie is de eigenaar, waar komt het vandaan? En dus datzelfde geldt eigenlijk ook voor Bitcoin. En waar je nou zou moeten zoeken is, hoe creëren we wel de veilige omgeving, wel de licensiering en de herkenning van de tegenpartij, en daarna de technologie gewoon de kans geven? Want het is natuurlijk een zeer potente technologie. Ja. We hebben het wel eens over dat hele whitewashing en terrorismefinanciering. Dat geeft zoveel werk bij die 20.000 banken wereldwijd. En dat gaat dan over misschien 5 triljard. Daar wordt dan 1% wordt dan van gesignaleerd. Daarvan wordt 1% wordt een rapport uitgebracht. En daarvan wordt weer 1% uiteindelijk leidt tot vervolging. Het is een heleboel gedoe voor wat eigenlijk weinig oplevert. Nou, dat is wel eens een frustratie. Want we moeten dat natuurlijk doen. En dat hoort ook. En onze rol als poortwachter van het financiële systeem is ook om die garanties te bieden dat als je binnenkomt dat dat goed is. En daar moeten we ook heel hard aan werken. Maar het is ook wel een beetje frustrerend dat je, precies wat jij schetst, dat uiteindelijk de effectiviteit van het geheel nog niet genoeg is om dan de grote aanstichters van het kwaad ook te kunnen pakken. Ja. En daar moeten we eigenlijk op gaan samenwerken. En de kracht van blockchain is nou weer als technologie, die biedt als het ware de mogelijkheid om die samenwerking te forceren. Dus eigenlijk zijn we nu pas, zijn we echt bezig met het samenwerken over publiek en privaat. Dus privaat naar publiek en terug. Mm-hmm. Om uit te vinden wat zijn de patronen van transacties, wat zijn de grotere gehelen die we zien dat die op de economie afkomen, dan zijn we veel effectiever bezig om datgene te doen waar het eigenlijk voor bedoeld was. We ervaren nu in deze Dutch Blockchain Coalitie ook de samenwerking met die overheid op een heel constructieve manier. Eigenlijk een soort pre-competitief, pre-regelwereld. Van hoe moet het daar eigenlijk zijn? En dan kun je uitkomen wat jij beschrijft, dat ze dat gaan zien. Maar daar zijn we nog lang niet, omdat het ook een gezamenlijke verkenning is. En pas als de zekerheden kunnen worden geboden aan het individu, aan de persoon, aan het individu, dat ook allemaal veilig is, dan pas kunnen we daar naartoe. Dus we zijn daar nog lang niet, maar het is wel ik zie het als een belofte en een droom waar we nu eigenlijk aan kunnen werken met elkaar. We zijn hier eigenlijk bij het hart van de coöperatiegedachte. Als er echt gewoon de Boerenleenbank, de Rabobank, jullie zijn het centrum. En dat is op bijna 50% van onze economie, dat hele samen. Ja. Hoe zou blockchain daar kunnen helpen om dat gezamenlijkheid en dat niets, zeg maar, op winst gebaseerde economie, hoe zou blockchain dat kunnen reinventen, die coöperatie? Ja, bij mijn opening heb ik ook eigenlijk dat geschetst als een enorme kans. Neem het voorbeeld van identiteit. Eigenlijk hebben we het nodig dat jij als persoon weer je vertrouwen hebt dat mijn identiteit geborgd is in die nieuwe wereld. Dat ik ook zelf de data kan beheren die daarin gaat. En blockchain is de technologie die dat mogelijk maakt. Dus eigenlijk zie je, en dat is eigenlijk een coöperatieve gedachte. We gaan definiëren met elkaar een standaard waarbij het belang van jou gediend is, het geheel beter wordt. En technologie dat ondersteunt. Daar heb je een coöperatie te pakken. Dus mijn pleidooi was ook, eigenlijk moeten we weer nadenken over die coöperatie als basis. En dan krijg je allerlei aanvullende vragen die dan eens relevant worden. Namelijk, oké, die standaard. Wat is nou eigenlijk de governance die de leden van die coöperatie die over die standaard gaan van identiteit? Mm-hmm. Hoe beïnvloedt die standaard? Want technologie laat toe dat je de standaard kan laten schuiven. Dat is mooi, dat kan nu. Daar was je ook heel blij mee. Hè? Dat het niet alleen maar een standaard is die voor altijd gewoon hetzelfde is. En dat daar ruimte in zit om te veranderen. Ja, die ontwikkeling heb je nodig om mee te gaan met de mogelijkheden. Maar wat is dan de governance die om die standaard heen staat? Hoe hebben leden invloed op die standaard? Wat is de governance? Dat moeten we allemaal gaan uitvinden. Maar ik zie daar alleen maar enorme kansen. Er is net een hele leuke coalitie gestart. Zeg maar een non-profit coalitie. Eigenlijk gewoon een beetje wat jij het over hebt. Libra, hè? Waar Facebook en Mastercard en Visa en Uber en 27 bedrijven zijn bij elkaar, moeten honderden bedrijven worden en die moeten eigenlijk een soort wereldmunt maken met als startplatform WhatsApp en Facebook en de Uber mensen en dat soort dingen. Wat vind je van dat idee van een corporatie? Nou, wij waren eigenlijk wel enthousiast en ik denk dat toch voor sommige mensen verrassend is dat een bank zegt van hoe kan je daar enthousiast over zijn? Want het zou zomaar een bedreiging kunnen zijn voor heel veel zaken in de financiële sector. Maar eigenlijk, als je het goed beschouwt, creëren zij mogelijkheden om met het vertrouwen van die standaard allerlei transacties veel sneller te laten plaatsvinden en goedkoper dan vandaag mogelijk is. Dus wij zien dat als kansen op een platform waar we ook diensten op kunnen aanbieden.
we moeten natuurlijk begrijpen wat het allemaal zou kunnen betekenen. Maar dan, ja, tegenhouden doe je niet. Kans verpakken kan nog. Dat we echt actief gaan nadenken over de dienstverlening aan onze klanten, onze leden. Hoe kan die nou gebaat zijn bij die nieuwe standaard die eraan kan komen? Hij is er nog lang niet, hè? Dus het is een intentie. Moet nog allerlei hobbeltjes. Maar ik ga ervan uit dat ze... Veel meer dan een Facebook-coin. Absoluut. Ja, en dat is ook eigenlijk tactisch heel handig, dat het gelijk een open standaard is. Die ook in een stichting is ondergebracht in plaats van een profit center. Dus ik vind het eigenlijk wel een goede stap die nu heel veel kansen biedt. Hoe lang ben je nu, zeg maar, de directeur van de Rabo? 5 jaar. Vijf jaar. Dus je hebt nu zo langzamerhand een idee hoe complex dat financiële systeem is. Hè? En als jij gewoon geld overmaakt naar Brazilië, dan moet jij daar accounts aanhouden. En dan een hele ingewikkeld intern. Het is echt heel complex systeem. Hè? Dat heb je nu zo'n beetje ontdekt. Dus ja. Daardoor krijg je ook meer waardering voor dit soort zaken. Ja, zeker. En dat was echt iets eerder dan 5 jaar. Dus dat heb jij zelfs door. Je bent niet eens binnen de banken geweest. Maar... Zelfs ik heb dat door. Ja, nee, daarom dan. Dan is het. Dus het is nog steeds zo complex. Er zijn ook nog heel veel processen waar banken gewoon goed hun best doen en klanten bedienen. Waarbij het proces heel administratief is. Internationale goederentransacties. Je wil niet weten wat daar voor een archaïsche processtap in zit. Dus die nieuwe technologie biedt enorme mogelijkheden. En die moeten we gewoon vol aanpakken om dat toe te laten passen. Komt je oude McKinsey-wereld van allemaal nieuwe dingen en de Rabobank komt mooi weer bij elkaar. Dankjewel voor het gesprek en de hosting van deze conferentie. Oké, dank je.